En leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog van ons grote avontuur hier in Hongarije. Het is zaterdag 31 augustus. De laatste dag van augustus. Morgen gaan we weer september in. De tijd vliegt. Maar we gaan iets heel leuks doen vandaag. Ja. Patrick is de ladder aan het pakken achter de schuur. Dus die is even grappig aan het doen, hè? Je snapt het wel. Wij gaan vandaag deze ophangen. Deze plank, althans balk nu, want we hebben twee planken op elkaar gemonteerd, waardoor het steviger is. Met onze mooie horen eraan, die we hebben gekregen. Die gaat tussen die twee pilaren, dus tussen twee boomstammen, in wordt die opgehangen. Er wordt nog een karweitje natuurlijk, want je snapt wel hoe hoog het is. Het is behoorlijk hoog. We hebben het zo hoog gemaakt omdat Patrick met een kraan onderdoor moet kunnen. We hebben in ons achterhoofd gehouden van als we ooit... straks de dierenverblijven achteraf hebben, moet er gewoon een klein vrachtwagentje naar achter kunnen als het nodig is. Dus dit moet gewoon hoog zijn. Dus ja, dat betekent voor ons ook dat we de ladder op moeten. Ik ben daar niet zo heel erg goed in met mijn evenwicht, maar het gaat helemaal goed komen. We hebben onze kraan die we als hulpmiddel gaan gebruiken en we gaan gewoon de balk omhoog hijsen. Maar voordat we dat gaan doen, ga ik nog even gauw de keuken in, want ik heb deeg in de broodbakmachine gedaan voor krentenbollen die ik ga maken vandaag. Maar die heb ik laten kneden in de broodbakmachine. Dat scheelt me heel veel werk aan mijn handen, met mijn handen, waardoor ik energie overhoud. Dus die ga ik er nou uithalen, want die kan dan eventjes de eerste rijs ondergaan. En dan kunnen we in de tussentijd, als die de eerste rijs aan het ondergaan is, kunnen wij daar samen lekker heerlijk... aan de slag. We gaan wel zien hoe dit gaat aflopen. Alleen, ik weet nog dat we toen de spant omhoog gingen zetten van de schuur samen met de kraan. Was ook best wel eventjes een klusje. Dus dit zal niet in 5 minuten gedaan zijn. Maar we hebben er zin in. Want het mag nu af. Eindelijk. Yes! Heel erg blij mee. Althans, zijn we alle twee heel erg blij mee. Maar ik ga nu eerst naar binnen, want ik moet het deeg uit de machine halen om te laten rijzen, de eerste rijst te geven. En dan kan ik daarna straks de krenten er doorheen kneden met de hand. En daarna nog een keer rijzen voordat ik de krentenbollen een vorm kan gaan geven. Maar ik ga nou eerst weer even de radio aanzetten voor Patrick, want die kan niet zonder muziek. Want anders krijgt hij error. Ja, zo noemen wij dat altijd. En dan ga ik gauw even de keuken in. Trek ik mijn werkschoen aan en dan kan ik Patrick gaan assisteren om dit mooie gevaarte op te gaan hangen. De schoenen zijn aan. En dat betekent dat de balk zo omhoog kan. Nou, het is gelukt om hem op deze manier omhoog te krijgen. Patrick gaat hem doorboren aan alle twee kanten. Er kan er een draadeind doorheen om hem definitief vast te kunnen maken. Maar ik ga nou de camera wegleggen, want hij gaat de trap op en ik hou de trap vast. Jullie zien zometeen wel het eindresultaat. Hij hangt aan die kant nu vast met een schroef. Daar komt straks een draadeind doorheen. Maar we gaan hem eerst aan deze kant op de juiste hoogte zetten met een schroef. En dan kan Patrick op zijn gemak straks met het draadeinde doorboren. Dat er een draadeind doorheen kan, zodat hij echt definitief stevig hangt. Bij een of andere storm, dat hij dan blijft staan. En er komen waarschijnlijk ook gewoon ook dwars dingen, hè. Dus tussen de hoofdpaal en de dwarse stam, dwarsligger, dat er nog een schuin stuk tussen komt.
Nou, het hangt helemaal stevig. Alleen jullie zien daar een stukje van deze boomstam uitsteken. Dat klopt, want dat moet nog eraf gezaagd worden. Want die was überhaupt langer als die. En dus dat stukje gaat Patrick met de kettingzaag eraf halen. Dus je zet de kraan zo ervoor, zodat hij op het dak van de kraan kan staan. Dat staat een stuk steviger als op een wiebeltrap. En dan kan hij dat met de kettingzaag eraf halen. En dan is de poort zo goed als helemaal af. Er komen natuurlijk nog in de hoeken zo een dwarsbalkje. En daar ook zo, plop. En dan moet je even deze poort, gaat Patrick nog even weer opnieuw afhangen. Want die hangt een beetje af. Dus je moet even afhangen weer. En dan is het netjes. Maar ik ging eerst even kijken of de kettingzaag nog deed. Maar die loopt weer. Dus altijd eerst kijken naar je materiaal voordat je alles klaar gaat zetten. Want als je materiaal het niet doet, moet je eerst je materiaal nakijken. Dus dan gaat hij de kraan opzij zetten. En als Patrick helemaal in de hoogte klaar is, dan heb ik weer een rustig hartslag. En dan kan ik binnen de krenten door de deeg heen kneden. Door de krentenbollen deeg heen kneden. Dan kan het weer rijzen. Dan kan het zijn tweede rijstijd ingaan. Maar dan is in ieder geval dit gedeelte qua hoogte even nu af. En dan is die soort van bijna helemaal af. Alleen op die twee kleine dwarsbalkjes na. Maar dat komt nog. Voor nu was het gewoon het belangrijkste. De plank omhoog met onze mooie nieuwe aanwinst. Is het geen gaaf beeld? Dus dan is de ingang, de poort van onze toekomstige ranch, is dan af. Dus dat is ook wel heel tof. Arbo. Hè? Wil ook Arbo? Nou, we moeten niet de Arbo-arts of de Arbo laten controleren. Dan sta je wel veilig, toch zo? Mooi, joh. Ja, beter als op de ladder, denk ik. Dit is toch wel een heel super, 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 super gaaf zicht. De poort voor onze toekomstige ranch is gewoon definitief zo goed als af. Het ziet er heel puik uit. Heel gaaf. Dat is een mooie kop erop. Super, 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 super gaaf. Naar Pets en jouw reactie kijken. Maar ik doe eerst nog zijn zweet van zijn hoofd af natuurlijk. Nou. Mm-hmm. Mooi hè? Good job, good job. Heel gaaf. Mooi, mooi. Wat is je bordje nou? Je bordje hangt nou in de lucht, hè, Easy. Jouw bordje hangt in de lucht. Wat is je bordje? Wat is je bordje? Super tof. Geef je bordje. Zo, het is eerst tijd voor koffie. Ja, voor koffie met een stukje. Mm. En voor jullie koekie? Voor jullie koekie? Koekie, koekie, koekie. Koekie, koekie, koekie. Oh. Oei, oei, oei. Welke kiezen we uit vandaag, bakkes? Welke kiezen we uit vandaag? Hè? Moeten we die doen? Hé, 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 rustig, wachten. Ja, wachten. Geduld. Oh, hij gaat eerst terug op zijn plek, bak. Nou, op de maat, voordat jij kruimelt. Goed zo! Jij? Goed zo! Ja, nou gaat het vrouwtje de ijszoeken maar nog pakken, hè? Ja. Thank you.
We lunchen vandaag even laat. Het is nu 2:50 en ik ga nu pas beginnen met koken. Omdat ik dus natuurlijk bezig was met de krentenbollen die ik in de oven moest doen tussendoor. En ik was nog met computerwerkzaamheden bezig. Omdat ik achter de schermen heel even dingen moet plannen en dingen moet invullen en noem maar op. Voor in de toekomst voor ons. Dus voor vandaar dat ik daarmee bezig was. Patrick heeft tussendoor de vrije training gekeken. Was geen kwalificatie, vrije training, ja. En ik ben nou uien aan het pakken, want ik wil uien hebben. En dan kan ik koken. Oh, ik laat ze uit mijn handen kleien. En hij staat nou trouwens onder de douche. Kan je misschien wel horen. Dus ik ga koken. Oh, en wat eten we? Het is weekend, dus dan is het pizza tijd. Dat vindt Patrick heel erg lekker om dan verse pizza te krijgen. Dus die krijgt van mij verse pizza. En daar gaat ui ook overheen. En de paprika, maar die hebben we nog binnen liggen. En ja, dat. Maar ik leg jullie gewoon even neer, want hij moet aan de oplader. En ik ben even een beetje moe. Dus ik ga eventjes doorpakken en dan kan ik na het eten even plat. Even rusten. Maar we zijn wel echt mega, mega blij. Met ons hekwerk. Moet je kijken als ik nou de poortje uit kom lopen. En ik ga naar rechts. Kijk dat. Het is echt super gaaf. We zijn er echt heel blij mee. Nou, ik ga gauw aan de slag. Ik ga gauw koken. Het is 11:00 geweest. En we hebben echt een super leuke avond gehad. Onverwachts met de overburen. Die zijn langsgekomen. En we bleven langer kletsen dan we allemaal gedacht hadden. Want we keken op de klok. En toen was het al ineens 11:15 geweest. De overburen zijn aan huis. Wij zijn nou weer binnen. En ik denk dat wij zo meteen lekker naar bed gaan. Dus dat was hem. Bedankt voor het kijken. Laat een leuke reactie achter. Doe vooral de duimpjes weer omhoog. En dan zien we je heel graag morgen weer bij een nieuwe vlog. Tot morgen. Doei doei.